Henk, jij bent dit jaar de winnaar van de Onderwijs Award in de categorie bestuurders. Nou, dankjewel. Geweldig. En de jury heeft voor jou gekozen omdat jij een richtinggevende, visionaire bijdrage hebt geleverd aan het denken over flexibilisering in het hoger onderwijs en de inzet van ICT erbij. Onder jouw leiding is Windesheim een van de koplopers op dit gebied. En jullie geven dit in je eigen organisatie vorm. En nemen ook deel aan de experimenten van OCMW bijvoorbeeld. Maar jullie leveren ook een zeer gewaardeerde bijdrage aan de versnellingszone flexibilisering als landelijk platform voor kennisdeling op dit gebied. Met andere woorden, onder jouw leiding geven jullie bij Windesheim niet alleen vorm aan nut en noodzaak van flexibilisering, maar jullie brengen het ook in de praktijk. En daar is wel een Onderwijs Award voor aan de orde. Nou, geweldig. Gefeliciteerd. Dankjewel. En nou, ik zie dat als een aanmoediging om ermee door te gaan samen met alle collega's hier binnen Windesheim. Want het is af en toe echt een heel taai proces. Je bent toch een beetje de hogeschool opnieuw aan het uitvinden. Dus dit mag een beetje licht in die duisternis brengen.